belangrijkste voor ons is dat we laten zien dat we vanuit Team NL ook echt begaan zijn met de transitie van een topsporter naar zijn tweede carrière. Ik ben jullie chef de mission van 2052. Wat ik veel bijzonder vind is dat er zoveel mensen natuurlijk hier naartoe komen om met dit onderwerp bezig te zijn. Ik vind het altijd mooi om te zien dat er zoveel mensen in Nederland bezig zijn met de persoonlijke ontwikkeling van topsporters. Dan hebben we ook met z'n allen een verantwoordelijkheid. Dus dat is een van de belangrijkste motivaties. Ik denk dat het een heel belangrijk event is. Ik denk dat het goed is voor de deelnemers om te horen wat er gebeurt, wat Team NL at Work daadwerkelijk doet. Ik denk dat er heel veel kennis is. Ik denk dat heel veel mensen vanuit hele goede intenties en programma's met het thema vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn. Om even te tonen als we kijken naar de duale carrière. Ik heb even kunnen zien wat Team NL bijvoorbeeld kan betekenen voor onze sporters. Dat zowel sport als onderwijs hier samen aanwezig zijn. Zodat we ook vanuit het totale perspectief van de persoonlijke ontwikkeling en de sportieve ontwikkeling van de sporters kijken daarna. Een hele inspirerende dag. Ik ben erg onder de indruk van wat er allemaal mogelijk nu wordt gemaakt voor de topsporters. Het allerbelangrijkste vind ik is dat er heel veel gebeurt en dat er nog veel meer kan. Het gaat erom dat topsporters het maximale uit zichzelf halen in hun fysieke carrière, maar dat ook doen in hun cognitieve ontwikkeling en dat het een het ander versterkt.